Ja, daar komt een vliegtuig aan. Het is vliegveld Hilversum. Mooi zo die gloed. Kijk, daar komt hij aan. Kijk, en daar hebben we de bunker weer. De bunker. Ja, daar komt hij aan. Ik wil mijn netjes naar. Jongens, meisjes, hier zijn we weer. En nou in Hilversum, vlakbij het vliegveld. Kijk maar. En wat hebben we hier? We hebben hier een bunker in Hilversum. Wel meerdere heb je hier, maar een juweeltje weer uit de Tweede Wereldoorlog. Kijk eens even. Nee, is dat niet geweldig? Een bunker. En deze hoorde bij het verdediging van het vliegveld. Kijk eens. Kijk of er nog een dekje erin kan. Volgens mij nee, niet. Hebben ze hier. Hebben ze die dichtgemaakt volgens mij. Kijk, want er ligt ook nog wat puin tegenaan. Dat is wel weer een beetje jammer. Dus vliegveld Hilversum. Het werd gebruikt in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog, door de Duitsers. Nee, vlak bij Utrecht, ideaal. Het verdedigingswerk. Dan hebben ze allemaal weer laten begroeien. Kijk, dit is hem dan. Vroeger kon je erin als ik het goed had. Want ik mis iets, ik mis een toebroek pit, mis ik, als ik het goed heb. Dus ja, ze hebben voor mij de internet geblokkeerd. Heel jammer. Dus maar ja, je ziet, er zijn toch altijd nog juweeltjes hier zo. En dat moet je ook maar net weten. Er zijn ook nog wat andere bunkers, ook nog van Christian Zand, generaal Christian Zand. En van Zeiss Inquart in Hilversum. Dus, maar ter verdediging van het vliegveld Hilversum, waardoor de Duitsers in gebruik was genomen. Dus nou, ik vind het wel interessant. Hè? Kijk, een biermerk ook nog. Nou, super toch? Geweldig. Dus. Nou, even kijken, even een blik werpen op het dak. Of daar nog wat staat. Nou, zo te zien niet. Kijk, en daar heb je het vliegveld, hè. Dus voor de verdediging van het vliegveld
Hilversum in de Tweede Wereldoorlog staat die bunker hier zo. Dus, nou, ik zou zeggen, als jullie het interessant vinden, misschien kan iemand mij een update geven van de bunker, wat voor model dit is. Het zou een groepsschuilbunker kunnen wezen. Het zou ook een MG-bunker kunnen wezen. Dus, of een andere bunker. Ik ben benieuwd. Dus als jullie het interessant vinden, even duimpje omhoog. En even liken. En even lid worden. Dus, van het abonnement. Dus ik zou zeggen, nou, dan gaan we weer even verder. En tjus! Ja, we zijn hier op het vliegveld van Hilversum, zoals jullie kunnen zien. De vliegschool. En dit is ook gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Door de Duitsers als schuimvliegveld en als voor lessen van de Duitse piloten om op te leiden. En die vliegtuigen werden bij Fokker gemaakt in Amsterdam-Noord. En het vliegveld wordt nog steeds gebruikt, zullen we zeggen, voor het lessen van piloten en voor burgers. En eventueel als je parachute wil springen. En of voor gewoon plezier even een rondje wil maken, dan kan je hier naartoe. En in de Tweede Wereldoorlog is het gebruikt als schijnvliegveld voor de geallieerden. Zo dat zeg maar officiële vliegvelden waar de nachtjagers en de jagers stonden, eventueel met rust werden gelaten als die werden gebombardeerd. En ja, dit was een schijnvliegveld, dus ja, dan kan je erop gooien wat je wil. En het wordt toch alleen maar voor les gebruikt, dus werden de gaten gedicht. En hier rondomheen stond ook vlak en bunkers. En nu zie je een Cessna voorbij komen. En toen net waren er wat parachutisten naar beneden gekomen. Dus ik weet niet of dat zo meteen nog... Ik denk het niet meer. Ik denk dat het een beetje te laat voor is. Het begint donker te worden. Dus, maar daar komt er eentje voorbij. Een Cessna volgens mij is dat. Dus kijk eens. Maar hier zo aan de rand stonden dan wat bunkers en zo. En vlakopstellingen. En natuurlijk schuilbunkers en andere opstellingen, loopgraven en zo. En nou, je hebt hier wat leuke vliegtuigjes om te zien, jongens. Kijk eens even. Ja, mooie vliegtuigjes. Geweldig. Ja. Ja, zo moet je het even zien, maar dan met types uit de Tweede Wereldoorlog van toestellen. Zal maar zeggen, ook Fokkers bij die in Amsterdam-Noord werden gemaakt, zoals ik al zei, voor opleiding van de piloten, die Duitse piloten die uit Duitsland hier naartoe kwamen. Om zich daar mee te leren vliegen hier zo. En natuurlijk als nepvliegveld voor de geallieerden, zodat ze dachten, hey, dit is veel activiteit hier. En dan werd door het verzet natuurlijk doorgegeven, jongens, er zitten Duitsers hier. En dan kwam er weer een bommenrun uit Engeland. En dan dachten die Duitsers, nou, jullie zijn er weer ingetrapt. Dus, nou, ik hoop dat jullie het interessant vonden. En ik zou zeggen, nog een fijn weekend. En wij gaan er nou weer vandoor. En je kan hier zien een Cessna's en andere lestoestelletjes en vliegtuigjes om lekker even een mooie rondvlucht te maken boven het Gooi. Ik zou zeggen... En we hebben hier ook verderop nog een lekker restaurant. Dus ik zou zeggen, kom en geniet ervan. En ik zeg toch binnenkort, tjus!